Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een zeemansshoplog voor je. Ik ben even naar de Zeeman geweest. Ik had wat dingetjes gezien die ik graag wilde hebben. Dus ik ging even kijken of ze aanwezig waren en ze hadden het. Dus ik heb het een en ander meegenomen. En aangezien mijn vorige shoplog van de Zeeman best wel goed ontvangen werd, dacht ik misschien is het wel leuk om weer een shoplog hiervan op te nemen. Het zijn niet super veel spullen, maar gewoon... Ja, ik vind het toch wel leuk om even met jullie te delen. Dus ik ga je laten zien wat ik heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd uiteraard weer in beeld neerzetten, zodat je weet wat iets gekost heeft. Ik begin even met een ondergoedsetje. Ik heb een heel leuk setje gekocht. Een paarse, lila-achtig. Ik heb het idee dat hij op de camera nog iets donkerder overkomt dan dat hij in het echt is. Maar ik vond hem zelf wel heel erg leuk. Gewoon heel basic. En daar heb ik dan ook een heel leuk broekje bij. Superleuk. Dus ik vond het wel gewoon zo leuk bij elkaar matchen, zeg maar. Ik ben zelf altijd daar wel van. Ik hou ervan als het bij elkaar matcht. Ik vond deze wel heel leuk. En ik moet zeggen, ik vind het ondergoed van de Zeeman best wel fijn. Dan heb ik ook nog een slaapshirt. En dat is deze. Ook een paarse. Hier staat op Vibes. Ik vond hem wel leuk. Ik heb deze altijd heel graag aan. Ik heb hem in een maatje S genomen. Deze is ook gewoon van katoen en dat vind ik zelf wel lekker. Dat is ook fijn met slapen. En ik vind deze shirts echt wel heel erg fijn. Dus deze leuke paars. Ik zal trouwens van de kleding wel even nog aanbeelden plaatsen. Alleen van het ondergoed doe ik dat uiteraard niet, want dat vind ik gewoon een beetje too much. Daar voel ik me niet prettig bij, maar van de kleding kan het wel. Nou, ik heb het shirt aangedaan. Hij zit mooi lang. Hij zit ook mooi bij de mouwen. Voor een S'je valt hij eigenlijk nog best ruim, moet ik zeggen. Dus ik vind hem wel heel lekker zitten. Ik vind het ook fijn dat de mouwen wat korter zijn. Dan heb ik dit hele handige dingetje gekocht. En dat is voor ijsblokjes te maken. Ja, de tijd komt er natuurlijk weer aan dat het wordt weer warmer. Je vindt het lekkerder om een ijsblokje in je drinken te hebben. En waar ik altijd mee strukkelde is dat ik dan zo'n ijsblokjesmakertje heb. Die vul ik met water. Dan moet ik vanaf mijn keuken naar mijn vriezer lopen. Mijn vriezer die staat bij mij in de gang. Dus tegen de tijd dat ik bij mijn vriezer aankom is eigenlijk het halve bakje alweer leeg. En deze is gewoon ideaal, want deze kun je afsluiten. Kijk, je kunt hem gewoon hierdoor vullen. En dan, dan zet je hem in de vriezer. En dan haal je het dekseltje eraf en dan kun je je ijsblokjes eruit halen. Het is gewoon van een soort rubber lijkt het. Dus ik denk dat je het heel makkelijk uit gaat kunnen krijgen. Dus ik vond deze wel heel erg handig. Dus ik heb deze meegenomen. Er kunnen 12 ijsblokjes in. Dus dan kun je ook wel weer eventjes fruit. En hij kan ook in de vaat passen voor mensen die dat hebben. Dus daar is hij ook voor geschikt. Hij is ook BPA vrij. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dan heb ik deze hele leuke trui gekocht van Bambi. Ik heb deze in een maatje S en dat is deze. Ik vind hem heel schattig, want Bambi staat erop samen met Stampertje. En ik hou wel heel erg van Disney, dus ik vond deze wel echt super leuk. Het is er wel opgedrukt, dit plaatje. Dus je moet wel een beetje uitkijken met wassen, maar ik vond hem wel super schattig. Oké, we gaan natuurlijk nu wel een beetje weer van de truien af. Dus het echte truienweer gaat er wel uit. Maar er zijn nog genoeg misschien avonden dat het wat frisser is dat je lekker zo'n trui aan kon trekken. En ik vond deze gewoon echt te schattig. Nou, zo ziet de trui er dan uit. Ik heb dus een S'je zoals ik vertelde. Hij zit echt heel mooi. Ik vind hem echt heel goed zitten voor een S. Niet te groot, maar ook zeker niet te klein. Hij valt niet heel lang over de broek heen, maar de mouwen zitten verder wel gewoon op een hele mooie lengte. Dus ik vind het een perfecte pasvorm hebben. En dan heb ik nog een t-shirtje van Bambi. Deze is een beetje oversized, maar ook wel heel erg leuk voor de zomer. Bambi staat erop. Ook deze heb ik in een maatje S en deze vond ik ook wel heel erg schattig zo. Dus echt wel een heel erg leuk shirtje.
Op de aanbeelden zullen we het uiteraard beter kunnen zien, maar ik vind hem wel leuk. En ik denk ook wel dat dit goed valt, want S zit wel goed en ik vond hem al best ruim eruit zien. Dit is wat meer gedrukt, dus niet echt erop geplakt, maar wel super leuk. En ik... Zoals ik al vertelde, het shirt valt dus een beetje oversized. Voor een S'je zit hij vrij groot. Maar ik vind het wel lekker. Ik vind de stof ook heel fijn. Hij valt ook wel mooi over de broek heen. En ja, hij zit verder eigenlijk ook wel heel erg lekker. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb een kaartje gekocht en deze die moet ik nog opsturen. Maar dat is deze. Bij Zeeman heb je altijd echt superleuke kaartjes. Dus ik dacht, nou, die moet ik eventjes aanschaffen. Want die vond ik wel gewoon... Ja, ik had een kaartje nodig, dus deze is wel heel leuk. En wat ik heel leuk vind bij de Zeeman is dat er dus aan de binnenkant ook een bedrukking zit. Dus die moet ik even naar iemand opsturen. Maar ja, die vond ik ook wel super leuk. Dus echt ook als je goedkope kaartjes wilt hebben, kijk zeker even bij de Zeeman. Want hun hebben zoveel goedkope kaartjes, veel goedkoper als bij vele andere winkels. Dus dat vind ik wel echt een aanrader. Als ik een kaartje nodig heb, ga ik heel vaak naar de Zeeman toe. Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik bij de Zeeman heb gekocht. Zoals ik al zei, het was niet superveel, maar ik vond het wel leuk om eventjes te laten zien. Ik ben in ieder geval wel weer blij met mijn aankoopjes. Ja, straks leuk om hier aan te gaan trekken en te gaan gebruiken. En ja, ik ben ook heel benieuwd naar het ijsblokjesmakertje, want het lijkt me echt super handig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie de laatste tijd nog bij de Zeeman zijn geweest. Omdat jullie misschien leuke dingen hebben gespot. Het is wel natuurlijk heel verschillend. Want de ene Zeeman is heel groot. Die heeft best wel een groot assortiment. En de andere Zeeman wat kleiner. Ik denk dat ik op zich wel een ruime Zeeman heb. Maar ik heb wel eens grotere gezien. Dus soms moet je gewoon even heel goed zoeken als je iets zoekt om te kunnen vinden. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik ben benieuwd of jij een item hebt gezien in mijn shoplog wat je het leukste vond. Laat het dan zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. En ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. En daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!